stadsregio krijgt dingen voor elkaar die een gemeente alleen nooit zou lukken. Dingen die een gemeente niet zelf kan doen, of die te ingewikkeld zijn of te duur voor een gemeente om zelf te doen, kunnen door de stadsregio met alle gemeenten samen wel worden gedaan. En als het Rijk dan ook nog bijna alles meebetaalt, dan is dat natuurlijk helemaal mooi. De stadsregio geeft per jaar 500 miljoen uit. De Carnisse-Landenlijn, de Schiedam-Vlaardingenlijn, Centraal Station in Rotterdam. Maar ook meebetalen aan de 9000 sociale huurwoningen die vooral in de regiogemeentes gebouwd gaan worden. Op het gebied van jeugdzorg is de stadsregio bezig de wachtlijsten weg te werken. Dan willen we dat einde van dit jaar weg zijn. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Financieel gezien is deelname aan de stadsregio voor gemeenten een belachelijk goede investering. De stadsregio is het best bewaarde geheim van het openbaar bestuur. Omdat die werkt waar gemeente, provincie en rijk er niet uitkomen. Kortom, de stadsregio levert de mensen in deze regio 100 keer meer op dan die kost.